Motor 2 open. Dan moet mijn kabeling bekeken worden. Ja, gaan we doen. Even ruimte maken, Ralf. Hier op de motor zie je een fire loop. En daar is een probleem mee. Daar moet op getroubleshoot worden, storing zoeken. Dat gaan we nu doen. Dan gaan we eerst alle de bedrading gaan we controleren. En alle aansluitingen van de fire loop zelf. Of daar niks mis mee is. Nou, we gaan zo proefdraaien. Dat doen we sowieso nooit binnen in verband met de jetblast. Dat doen we buiten op dit platform. Dat is een enorme kracht wat er achteruit de motor komt. Wat wij nu ook in de gaten houden, normaal gesproken, is of de motor dicht slaat. Dus zeg maar dat de motor meer lucht vraagt als dat hij op kan zuigen. Even gekeken voor lekkage. En er is geen lekkage voor de rest, dus dat is goed. Wat het hier voor mij specifiek leuk maakt binnen het vliegtuigonderhoud en de techniek, is dat niets is zo uitgebreid als de techniek. Op de 777, de Airbus A330, dat is allemaal toch wel vrij nieuwe techniek. En het is leuk om iets wat kapot is te repareren. Waardoor het vliegtuig eigenlijk weer veilig kan vliegen. Daar gaat het om.